Ik zal allereerst nog even een kleine aanvulling geven op Rietveld Landscape. Wij zijn een ontwerp- en onderzoeksbureau in het, eigenlijk voor het hedendaagse landschap en het stedelijk publieke domein. En het is belangrijk dat er eigenlijk op alle schaalniveaus gewerkt wordt. Van, het start vaak op het allerhoogste schaalniveau en het koppelt eigenlijk direct het probleem op het allerlaagste schaalniveau aan elkaar. Dat is belangrijk in de manier van denken. We noemen onze werkwijze strategische interventies. En eigenlijk dat zijn precies en zorgvuldig ontworpen interventies die dingen in gang zetten. En gewenste ontwikkelingen. En dat in gang zetten is eigenlijk cruciaal bij alles. Dus wat het gevolg is van hetgeen wat je doet, is minstens zo belangrijk als hetgeen dat je ontwerpt. Dus wat je in gang zet. We halen onze inspiratie eigenlijk vanaf de start van het bureau uit maatschappelijk relevante opgaven. Het is niet omdat het nu mode is of wat dan ook. Het was, dat is eigenlijk altijd al zo geweest, ook bij het afstuderen van de creatieve bouwkunst. En dat varieert ook, dat loopt ook op allerlei schaalniveaus. Dat gaat van hoogwaterproblematiek in zeeën en rivieren, tot en met het extreme regenval en droogte, tot voor kort voortschrijdende verstedelijking. Nu kwam de discussie net ook alweer aan bod. We hebben een grote fascinatie voor leegstand, maar vooral ook wat je ermee kan. En wat je ermee zou kunnen doen in de tussentijd. Daar gaat vandaag de lezing over. Nou, onder andere onderwerpen zoals infrastructuur, maar ook sociale cohesie, zijn we heel veel mee bezig geweest. Mijn broer is filosoof en econoom, hij is op Harvard heeft hij gestudeerd en hij is met name bezig geweest met het goed functioneren van het stedelijke publieke domein. Een groot aandachtspunt denk ik in de hedendaagse opgave van de publieke ruimte. De publieke ruimte is iets anders dan de openbare ruimte. De openbare ruimte is gewoon de ruimte die er is, terwijl de publieke ruimte of publiek domein de plek is waar mensen zich daadwerkelijk verenigen of elkaar ontmoeten. Heel belangrijk. Ecologie en duurzaamheid kwam net ook al voorbij. Dat soort zaken, dat is eigenlijk cruciaal. Ik wil het er al niet eens meer over hebben, want het is vanzelfsprekend geworden. En ik vind het ook heel goed dat het onderdeel moet zijn van het werk. En belangrijk is de transitie naar een kenniseconomie. En dat was eigenlijk de start. Dat was eigenlijk de start van VKTNL, van wat doen we nu, hè? Van we werden gevraagd door het NAI. We werden gevraagd door het NAI om aan VKTNL een opgave te formuleren. En de vraag is dan, wat doe je dan als je die vraag krijgt? Hè? Dus een opgave die dit toe doet in Nederland. En wij zijn eigenlijk gekomen met het idee om leegstand van publieke en overheidsgebouwen te koppelen aan de leegstand die er is. Aan de kennis- en innovatieagenda. De kennis- en innovatieagenda van Nederland, daar ga ik zo meteen ook dieper op in. Dat is een agenda van het ministerie om Nederland tot de top 5 van de kenniseconomie te brengen. Maar wat houdt dat in en wat is daarvoor nodig? En welke ruimtelijke condities kunnen daarbij helpen? Het gaat dus in dit verhaal niet zozeer over over het binnenstedelijk bouwen, maar het verdichten in de vorm van gebruik van bestaande bebouwing. Dus het verdichten van gebruik, zoals ik het eerder wil noemen. Het gaat ook over het benutten van de tussentijd. We hebben zelf meerdere monumenten, rijksmonumenten gedaan, deze recentelijk opgeleverd. Gisteren hebben we een fort opgeleverd. We weten wat het is en hoeveel energie het kost om rijksmonumenten en monumenten om daarmee aan de slag te gaan. Het is een lange termijn proces en het is duur en het beantwoordt niet altijd aan de vraag die er nu ligt. Er is namelijk een zee aan leegstand. En niet alleen van kantoren, want daar gaat de discussie altijd over. Maar juist aan publieke en overheidsgebouwen. En daar kom ik zo meteen op terug. Het is ook leuk om iets te vertellen over de biennale, hoe zo'n biennale gaat. Want het is iets, ik denk, gunt iedereen hier in de zaal. Het is heel bijzonder om het te doen. En dat gaat heel rap. Van het moment van de vraag tot aan de oplevering van van zo'n tentoonstelling in 4 maanden tijd. Dus we kregen op 1 april de vraag en 20 augustus was de opening. En we hadden eigenlijk maar een paar zaken. De reden dat we gevraagd waren is dat het bureau zich bezighoudt met bijdragen aan complexe maatschappelijke vraagstukken. En dat we ook een aantal andere biennales, vooral installaties hebben gemaakt in plaats van echte tentoonstellingen. Dus tentoonstellen van je eigen werk. We maken iedere keer een soort installatie op locatie. En dat was heel belangrijk, dus dat was ook een belangrijke vraag. En het moest in your face zijn, whatever it may be. De start.
leegstand. Dus de leegstand van publiek en overheidsgebouw, dat was eigenlijk de fascinatie. En dat te koppelen aan die kennis- en innovatiekinderen. Dit is waarschijnlijk de levenslijst die ik vandaag ga zien. Maar het is wel een belangrijke, want hier staat eigenlijk de uitspraak. Hè, dus het vorige kabinet en ook dit kabinet heeft het weer doorgezet in de andere agenda, weer aangepast. Maar er is nog steeds een soort innovatieagenda en de creatieve industrie waar architectuur onder valt, is er één van. En in plaats van daar cynisch over te zijn, want dat proberen we het serieus te nemen en de vraag om te draaien, wat is er dan echt voor nodig als je die ambitie hebt? Dat is eigenlijk de start geweest van de biennale. Even kijken, dus die top 5 ambitie. Als we het hebben over die leegstand, hebben wij ons niet gefocust op dit soort leegstaande gebouwen en gebieden. Nee, we hebben ons gefocust op die gebouwen die onderdeel uitmaakten van de stad. Die midden in de stad staan. En wat dat betreft is het jammer dat de Rijksbouwmeester weg is. Want ik denk dat nou net, dat werd net ook al gezegd, dat zijn de kansrijke plekken natuurlijk. Die gebouwen die altijd onderdeel hebben uitgemaakt van het stedelijk weefsel. En die publiek en overheidsbezit zijn of zijn geweest. Dus van ons allen eigenlijk. Waar heb je het dan over? Onder andere watertorens en vuurtorens. Maar ook gebieden dus die echt in het landschap liggen. Dus niet in het tussengebied. Forten, bunkers, vliegvelden. Dus dat ligt echt in het landschap. Dus het is echt landschap of echt stad. En het is niks ertussenin. En dat is voor mij eigenlijk cruciaal. Ik geloof dus niet in die halve tussenzones en zo. Kerken. Uitspraak van Frank Stolingberg. 2 kerken per week, boerderij per dag, klooster per maand. En het gaat maar door. En eigenlijk is het bijzondere aan dit erfgoed wat ik kan laten zien, is dat het uit de 17e, 18e, 19e, 20e en 21e eeuw. Dus allemaal gebouwen die in de stad zijn, of een relatie met de stad hebben gehad. Sportfaciliteiten die neerstaan. Maar ook gevangenissen bijkomen. Nou, links het Gakgebouw, bovenin, dat kennen we allemaal. Waar ook nog jaren over vergaderd wordt. En nu inmiddels actie lijkt te komen. Maar ook spoorweginfrastructuur. Dit soort plekken, prachtige hallen, etc. Kloosters. En natuurlijk, wat belangrijk is dat leegstand kost ook geld. Dus dat is moeilijk te achterhalen. We hebben tijdens het onderzoek geprobeerd dat te achterhalen. Maar bijvoorbeeld om Kootwijk gewoon, Radio Kootwijk, gewoon Kootwijk te laten zijn, kost 200.000 euro per jaar. Hoe anders zou dat, en daar zit ook van de beveiliging tot en met de verwarming, et cetera, wat er allemaal bij komt kijken. Dat is ook een gegeven. Dus dat kost de gemeenschap ook geld. Maar wij waren niet zozeer geïnteresseerd in wat het kost, maar meer wat het op kan leveren. Dus dat is eigenlijk de essentie van de inzending van Binaar. Dus het ging, hier zie je eigenlijk een complete stad van alle gebouwen. We hebben er 10.000 gevonden in Nederland. Publiek en overheidsgebouw samen met Fons Asselberg, voormalig rijksadviseur voor cultureel erfgoed. En het was een waanzinnige zoektocht. Toen breidde het bureau uit. We werken normaal met een kleine kern van een man of 7. En de breiden uit tot 30 op dat moment om dit allemaal te achterhalen. Want het is een reusachtige klus. Maar dit zijn dus allemaal publieke en overheidsgebouwen. Die link naar die nationale ambitie, want wat wij eigenlijk zeggen, je hebt 2 ministeries die los van elkaar functioneren. En dat zie je nu ook met de verkoop van die defensieterreinen. Bijvoorbeeld nu de discussie over het marineterrein in Amsterdam. Je hebt dus een ministerie van Defensie. Die gewoon de sleutel heeft tot heel veel gebouwen, bijvoorbeeld, ik noem even een ministerie. En je hebt een ministerie van Innovatie. En die 2 die hebben helemaal niks met elkaar, het functioneert gewoon los. Terwijl de een de sleutel heeft voor de ander. In ieder geval om een bijdrage te leveren. En dan heb ik het over de ruimtecondities. Die innovatieagenda die bestaat uit een aantal onderdelen. Dus dat gaat ook onder andere over water, high-tech systems, chemische industrie, food en flowers. En de creatieve industrie, waar architectuur inmiddels ook onder behoort. Internetbedrijven, games, noem maar op. In 2009 is er een manifest geweest. In de Volkskrant en ook in de NRC. En daarin heeft Design Nederland zich uitgesproken tegen het kraakverbod. Nou, je ziet er wel bekende namen in staan, van Helle Jogerius tot en met Droog, Jurgen Bij. Noem maar op, die zich uitgesproken hebben tegen het kraakverbod. Maar eigenlijk
Als je dat goed analyseert, is het niet zozeer een pleidooi tegen het kraakverbod, maar een pleidooi voor goede ruimtelijke condities. Veel van hun zijn natuurlijk gestart in grote ruimte, leegstaanpanden, noem maar op. Dus de vraag is eigenlijk, hoe zou je dat opnieuw kunnen faciliteren? En wij denken dat het voorhanden is. Wat heel bijzonder is, is dat het grootste architectenbureau, of meest internationaal meest bekende architectenbureau van Nederland, betrokken is geweest bij het opstellen van de agenda voor de creatieve industrie. En dat er helemaal niets gezet wordt over de ruimtelijke condities voor die creatieve industrie. Dat vind ik bizar. Wat wij gedaan hebben is, wij hebben zelf een team samengesteld voor de BNL. Dat is eigenlijk hoe wij altijd werken met multidisciplinaire teams. Omdat we geloven dat als je met maatschappelijke complexe problemen bezig bent, dat je eigenlijk zelden alleen op kan lossen, dus als ontwerper. Dus in dit geval was het Jurgen Bij, grafische ontwerper Joost Schotens, ikzelf als landschapsarchitect, mijn broer is filosoof en econoom, Saskia Verstijn en Barbara Visser. En het goede was dat er bij een aantal van die mensen al heel veel kennis zat in het wonen en werken in die gebouwen waar we het over hebben in het verleden. Een goede vriendin van me is Lisbeth Jans, die heeft de Beste Gasfabriek gedaan. Wij zijn als team gaan verdiepen in een aantal projecten die natuurlijk over tijdelijk gebruik gaan en nu herbestemd zijn. Wat vaak vergeten wordt is dat tijdelijk gebruik is niet zomaar iets, een leuke bezigheid in een leegstaand gebouw, maar is ook een soort voorverkenningsfase voor wat daarna kan komen. Dus dat is ook bij de Beste Gasfabriek het geval. We zouden bijna vergeten dat het hele terrein volgebouwd zou worden in het begin, voor aanvang van de hele herontwikkelingsopgave. Tijdelijk gebruik ook natuurlijk voor de NDSM. Er zijn hele goede voorbeelden, bijvoorbeeld in Rotterdam, Worm. We hebben het Schieblok, we hebben Trouw Amsterdam. En we hebben rechtsboven Duintje CS, ook kleinschalige projecten van dus stedelijke interventies in de stad die als een soort generator werken. Maar eigenlijk het belangrijkste, een van de belangrijkste dingen waar tijdelijk gebruik heel goed in werkt, is natuurlijk ook als het iets teruggeeft aan de stad. En dat vind ik eigenlijk heel goed aan dit voorbeeld. Dat is POS CS, dat kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Het bijzondere aan POS CS is dat het meer was dan alleen een gebouw waar gewerkt werd. Maar dat het ook een hele mooie opbouw had. Hier zien we eigenlijk een doorsnede van het gebouw. Het was een soort sandwich van allemaal bedrijven, grote en kleine bedrijven. Zwarts en Jansma zat er ook in bijvoorbeeld. Maar boven had je Club 11 en beneden had je W139 en het Stedelijk Museum. En eigenlijk die publieke functies, zowel boven als beneden, maakten eigenlijk dat het gebouw als een motor werkte. En ook voor kennisuitwisseling. Mensen ontmoeten elkaar boven. Het belang van dat soort functies is dat er kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de bedrijven die er zitten. En dat is dus eigenlijk cruciaal. En daarmee onderscheid je wel verschillende tijdelijke projecten in Nederland. Ja, dus ook 24 uur verhalen. Dus een vitale plint op de vloer. Maar boven natuurlijk ook een verhaal wat 24 uur doorgaat. En daartussen die hele sandwich van grote en kleine bedrijven. Een mooi voorbeeld waar MAB destijds nog geld in heeft gestopt om het tijdelijk voor 4 jaar te kunnen werken. Zoals het gaat met tijdelijke projecten. Los van wat we ervan vinden, het kan er op een gegeven moment weggaan. En dan, eindelijk is er zoveel voorradig dat je zo direct door kan verhuizen naar de volgende. Als je het nu opnieuw zou doen, dan zou je eigenlijk een lelijk schetsje, maar het gaat even om het idee, zou je de verbindingen met die kennisinstituten die liggen, dat was eigenlijk jammer, die eigenlijk ook in het gebouw wilden trekken, maar geen kans kregen, daar veel meer kruisbestuiving tussen laten plaatsvinden. Omdat wij denken dat ook hele nieuwe inzichten oplevert. Bedenk bijvoorbeeld als een jurist deelgenoot is van je netwerk, die levert heel nieuwe inzichten bij problemen waar je dagelijks voor staat. Kom ik straks ook nog op terug met de master die we hierna opgezet hebben naar aanleiding van VGTL. De vraag was eigenlijk van kunnen we 4326 laboratoria creëren? Dat was het aantal wat in de tentoonstelling zit. In het totaal van Nederland waren het er 10.000. En je zou je af kunnen vragen natuurlijk, wat is dan die relatie tussen het tijdelijk gebruik en die innovatie in de creatieve industrie, want we hebben het over innovatie. Het klinkt natuurlijk heel suf, maar dat old stuff inspire new ideas, dat is een oude Jane Jacobs uitspraak, maar het is wel waar. Ik bedoel, als je gewoon, er zijn gewoon heel veel van die publieke en overheidsgebouwen hebben
gewoon een enorme kwaliteit en zijn ook inspirerend om in te trekken. Totaal ander verhaal dan veel leegstaande kantoren die aan de rand van de stad staan. Natuurlijk ook door hun positie. Maar ook als architectonisch object zelf. Unieke gebruiksmogelijkheden. Hè? Bedenk jezelf als jong ondernemer in een kerk of in een oude school of iets dergelijks. Dat daagt ook uit een bepaalde vorm, een maken van een bepaald werk. Je maakt een ander soort werk naar mijn idee, als je op een hele kleine ruimte zit en dat je het voldoende hebt. Minder regels, dat gaat over tijdelijkheid natuurlijk, voor ruimte voor experiment. Dat zijn we nu ook heel aan het uitzoeken, wat daar de mogelijkheden zijn met juristen. En betaalbare ruimte. Het stimuleert ondernemerschap, niet onbelangrijk in tijden van crisis, waar ook een groot deel van onze gemeenschap onder te lijden heeft. En sociale netwerken, geen baan, wel ruimte om te werken. Dat is natuurlijk nog geen tentoonstelling in Venetië. Ik bedoel, dat is een idee. En daar staat het natuurlijk van uit, maar we hadden natuurlijk te doen met het Rietveldpaviljoen in Venetië. Een waanzinnig mooi gebouw. En wat hier magisch aan is het licht in dit gebouwtje. Het is prachtig. Het is ook een van de moeilijkste ruimtes om een tentoonstelling te houden. Je overziet het bijna in één keer. Maar wat het bijzondere aan is dat het eigenlijk de situatie in Italië exemplarisch is voor de situatie in Nederland. Het is namelijk een publiek en overheidsgebouw. Op Nederlands grondgebied hebben we ontdekt, tot 1 meter buiten het paviljoen is het Nederland. En het staat 39 jaar leeg, want het staat 8,5 maand leeg per jaar, met 3,5 maand gebruikt, om en om kunst en architectuur biennale. Dus daarmee werd eigenlijk het gebouw zelf de basis voor het concept van de tentoonstelling. Nou, dingen proberen, dat werkt natuurlijk niet. Om aan te tonen hoe gaan we dat, die leegstand in beeld brengen, dat soort dingen. Op een gegeven moment kwamen we erachter van, ik vertel ook iets over het maakproces, om het een beetje sappig te houden. Op een gegeven moment kwamen we erachter van, oh, je moet de boel op gaan tillen, dus laten zweven. Ondertussen waren ze op het bureau bezig om dit soort foto's. Want we hadden natuurlijk van die leegstand in gebouwen, er zijn geen tekeningen van. Het moest allemaal getransformeerd worden naar tekeningen, een ontzettend goede oefening voor architecten als je dat 10.000 keer moet doen. Dus van foto's, plattegronden maken, et cetera. En uiteindelijk hebben we een complete stad. Eindelijk een stad die ook refereert aan het Hollandse landschap natuurlijk. Maar een stad van leegstaande in de overheidsgebouw. Dit is de plattegrond van wat we hebben gezien. Waar je ook grotere dingen zoals gevangenissen in ziet zitten, forten, stadions. En dat moest natuurlijk verwerkt worden, uiteindelijk moest het allemaal fysiek worden, want we wilden een keer geen digitale presentatie op die biennale doen, want je werd altijd overladen met, we wilden een compleet fysiek ding maken daar in het paviljoen. Dus het maakproces, uiteindelijk werd de snijtekeningen getransformeerd en moest het natuurlijk 2D om het betaalbaar te houden, want je kan niet 10.000 keer iets 3D uit gaan printen, dat is veel te duur. Dus we moesten allemaal met de hand hebben in de fabriek mensen met van 8 man een maand aan staan snijden. En uiteindelijk moet alles getransporteerd worden via een soort corrupte situatie naar dat Venetië om daar je spullen. Ik waarschuw iedereen die met binnen aan de slag gaat. Win eerst advies in. Spullen in Venetië krijgen is niet eenvoudig. Dan moet je toch een deal treffen met degene die de boot bezit. Ja, het is wel erg leuk. Japanners die dachten wij dat we de hele installatie daar op locatie gemaakt hadden. Hier zie je Jurgen bij, die was onderdeel van het project, die was heel belangrijk in het denken ook over. Nou, bleek dus ook dat soort dingen, constructies, veel te heftig op de muren van het paviljoen. Het was 10 keer te sterk, dus je trok de muren gewoon om. Dus daar moesten we ook allemaal oplossingen voor zien, praktische zaken, maar uiteindelijk is het allemaal gelukt natuurlijk op tijd. Ik zal een klein filmpje laten zien, ik weet niet of dat de hype is. Doe nog een keer.
plezier van het maken. Nou, uiteindelijk klaar op de dag voor de opening natuurlijk. De jury van die paviljoens was langs geweest, toen leek het wel een carnavalsvereniging. Toen hing alles nog zo. Dus ook goede tips voor degene die er ooit mee aan de slag gaat, zorg dat je op tijd klaar bent. Dit is eigenlijk de entree van het paviljoen. En wat we gedaan hebben is dus de hele pagane grond leeggelaten zoals het de rest van het jaar is. En dat ligt in het paviljoen, ja, dat is magisch. We hebben heel veel moeite gedaan om de juiste kleur foam te krijgen. En we hebben ontdekt dat er 20 soorten zijn. Ik dacht dat er een paar soorten waren, maar er zijn er maar 20. Precies de goede kleur blauw bij het licht in het paviljoen. Daar hebben we naar gezocht. Dus dat was een hele klus. Deze installatie was in Nederland afgekeurd door de brandweer. Dat was een nachtmerrie. Dus, en gelukkig waren ze in Italië een stuk tolerant. Dus dat het ongeveer druipen. Dus echt slapeloze nachten gehad. Maar dus het idee was eigenlijk dat je gewoon zou voelen hoe het paviljoen is de rest van het jaar. En dat er boven een soort omkering plaatsvond naar de zee aan leegstaande publiek en overheidsgebouwen. Maar het gaat verder dan dat. Want dit is het beeld wat de meeste mensen kennen of gezien hebben in de media. En het gaat dus vooral vandaag ook hebben over de vraag die erachter zit en over wat er achter de installatie zit en wat er nog meer onbekende laag zijn. Dus wat is de maatschappelijke relevantie van het hergebruik voor innovatie in de creatieve industrie? Nou, wij denken, en dat is ook wat we proberen te laten zien, is dat je als ontwerper een bijdrage kan leveren. Sterker nog, een cruciale rol kan spelen in dat soort complexe opgaven. En het verbinden van verschillende disciplines om die vraagstukken op te lossen. Hoe stimuleren we dan VKTNL? Ja, wij denken dat veel innovatie ontstaat door een kruisbestuiving tussen denkers, innovatieve denkers uit de creatieve industrie, wetenschap en technologie. Dat is ook de reden. Dat is eigenlijk ook hoe we bureau gestart zijn ooit met de Prix de Rome. En er zat al een hele lijst van mensen bij. Mensen kennen alleen het plaatje, maar het verhaal daarachter en de systemen daarachter, die zijn allemaal een stuk binnen in het sap. En er zit toch met heel veel verschillende specialisten gekomen tot oplossingen van lokale bunkergroepen tot en met het hergebruik van restruimte, kwelwaterstromen, dat je excellent mineraalwater hebt daar wat opgeruimd kan worden, etcetera, etcetera. Dus dat is eigenlijk, het zijn dingen waar je zelf niet opkomt. Dus, of zeven vogels, biologen die ontdekken dat het meest drukke complex in Eimond, dat daar nou net de meest bijzondere vogels zitten, omdat die bang zijn voor de vos. Nou, verzin het maar, weet je. Maar dat zijn allemaal dingen die in het plan naar voren komen. Inmiddels de uitvinding van smart soils, van GeoDelft, om zandstenen uit zand te maken. Dat al zo hard is het beton. En nieuwe mogelijkheden voor woningen schept. Nou, dat soort zaken. Dus het gaat heel erg over samenwerkingsverbanden. Dat hebben we proberen uit te drukken op de muur. Dus op de muur gaat het eigenlijk, dat is helemaal, jullie zeggen net al, mensen tikken met hamertjes. Dus er zijn duizenden draden. Het is eigenlijk gestart vanuit de 6 leden van het team van ons, die al multidisciplinair werken. En de rol die eigenlijk leegstaande gebouwen en instituten in leegstaande gebouwen daarin hebben gespeeld. En dit gaat eigenlijk over de huidige situatie, hoe we nu al werken en hoe mensen zich verzamelen rondom projecten in leegstaande gebouwen. En welke kruisverbanden er zijn met andere ontwerpers in Nederland. Nou, dus verbaas je over wat eruit komt. Dat is echt heel mooi. Is het bijna heel ontwerp in Nederland. Komt op een of andere manier, of raakt die groep. Daarboven gaat het eigenlijk over de toekomst. Dus de zee die nog ter beschikking is, met in het midden de paviljoen. Wat een centrale rol speelt. Dus die kruisverbanden nogmaals allianties aangaan om nieuwe oplossingen te maken. Welke gebruiksmogelijkheden bieden die gebouwen? Dus daarvoor hebben we de Dutch Atlas of Vacancy gemaakt. Want het gaat er natuurlijk uiteindelijk om wat kan je ermee met individuele gebouwen. Die atlas die liet eigenlijk ook een blik op die zee veranderen. Namelijk dat ieder gebouw een eigen context heeft, een eigen situatie, een eigen sociale context, eigen ruimtecontext, eigen architectuur, noem maar op. En daar ging eigenlijk de Dutch Atlas of Vacancy ging met name in op de gebruiksmogelijkheden. Een vuistdik boek wat wat het onderzoek hebben wij gedaan in de vormgeving Joost, een grote, u wel bekend.
En ja, hier zie je de schimmel van die 10.000 leegstaande gebouwen in Nederland. En eigenlijk hebben we van al die gebouwen geprobeerd, hier is bijvoorbeeld, dit gaat over kerken, niet zozeer te zeggen van alleen maar over te praten over welke architectuur het is, maar ook over welke gebruiksmogelijkheden het schept als je het nu zou gaan gebruiken. Dus veel meer van kan je er creëren. Wat zijn de volumes, hoe kun je ermee omgaan, kan je er geluid produceren, kan je er licht maken, gaat er heel veel tijd in gebruik mis. Dus die atlas die ging eigenlijk in op de gebruiksmogelijkheden van, ga maar door. En de conditions of use, hè, dus gebouwen waar je nog open vuur kan maken. Dat soort zaken verbaas je gewoon hoeveel gebouwen er zijn wat je niet zou verwachten. Denk aan mensen als Maarten Baas, die een spul in de fik steken. Gebouwen die natuurlijk over bepaalde hoogte gaan, zoals de vuurtorens en watertorens. Maar ook hoe gebouwen zich verhouden tot die kenniseconomie. Welke positie nemen ze in het stedelijk weefsel en wat kunnen zij aan het stedelijk weefsel teruggeven? En hoe kunnen zij zelf profiteren van de kennisinstituten die in de omgeving zitten? Geluidsproductie, waar kan je nog 140 decibel produceren? Nou, et cetera. En natuurlijk gaat het ook om hoe het in de regionale samenhang is. Want dat is wel typisch iets hoe wij als bureau kijken. Soms leveren we juist constateringen vanuit de regio nieuwe mogelijkheden. En dan zou je zeggen, heb je het over? Ja, hier ligt de binnenstad van Amsterdam. En wat men bijvoorbeeld niet weet, is dat in dit gebied kan je gewoon 24 uur per dag voor een geluid produceren. Dus het past hier, dit is in het havengebied van Amsterdam. Daar zit al zoveel tijdelijke vrije ruimte, als je die bij elkaar optelt, heb je de hele binnenstad bij elkaar. Hier heb je bijvoorbeeld een gat in de vliegcontour van Schiphol zitten, maar ook waar je raw materials en recycling kan vinden om dingen voor elkaar te krijgen. Dus waar je materialen kan gaan verzamelen. Maar natuurlijk gaat het ook over de architectuur zelf uiteindelijk. Wat bieden de gebouwen? Dus zoals het in het paviljoen zo ging. Een gebouw op het Heembrugterrein. Een mooi voorbeeld van de sleutel van Defensie. Er staan er 150. Niet sommige in bouwvallige staat, andere in goede staat. Maar waarbij de sleutel echt bij Defensie ligt. En waarbij er toch veel partijen zijn die willen. Die daar iets willen. En dat nu dus gewoon niet gebeurt. En we vergaderen er al 10 jaar over. En we gaan er nog 10 jaar over vergaderen. Dus benutten van de vergadertijd is cruciaal. Was dit een optelling van dingen? Nee, wij zien het is echt een totale installatie. Dus ik weet niet, het is onleesbaar. Dus, ja, dat is jammer. In ieder geval, het staat met het licht van het paviljoen, de zwevende zee. Hieronder zie je, zit de basis, gewoon het paviljoen zelf, wat als ruimte de basis vormde. Nou, vervolgens hebben we daar een aantal lagen ingebracht, maar het is één samenhangend geheel. Gelooft u mij mijn woord als u het niet kan zien op het scherm. Ja. Wat is eruit voortgekomen? Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Van wat is eruit voortgekomen? Dat iedereen zegt, hoe gaan we nu verder? Wat wij gedaan hebben, we hebben zelf een... eerst goed om te zeggen dat er veel publiciteit natuurlijk rondom die tentoonstelling is geweest. Dat is mooi. En daar begint het mee. Maar bovenal dat je... ik denk wel dat het ook... een bijdrage heeft geleverd aan het vakdebat en mensen geïnspireerd heeft. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is van de biennale, dat je mensen kan inspireren rondom een thema in plaats van ze alleen maar volstoppen met informatie. En dus dat het thema op de kaart komt. Daar heeft het wel aan bijgedragen, ook aan het beeld van leegstand en de accentverschuiving naar publiek en overheidsgebouwen die ook een belangrijke rol spelen. En een veel belangrijke rol kunnen hebben dan veel kantoren. We zijn verder gegaan, we zijn gestart met een master. Jurgen Bij is directeur geworden bij het Zandberg Instituut, die zat ook in het projectteam. Dus we hebben onze eigen master opgezet in 2011, Leegstand voor Innovatie. En een voorbeeldproject waar we nu mee aan de slag zijn is Fake at Amsterdam. Dit is geen zeerover, dit is Mike Lee. Dat is een van de mensen die onder Steve Jobs heeft gewerkt. Die is naar Nederland toegekomen een jaar geleden. En die wil in Amsterdam, Amsterdam oprichten. Die wil eigenlijk een verschuiving van Silicon Valley naar Amsterdam. Omdat hij dat als ideale leefomgeving ziet. En dat ziet hij dan wel in een bredere context.
leven- en werkomgeving, ook omdat er al heel veel technologie zit in Amsterdam. Hij heeft heel Europa rondgereisd en heeft deze plek uitgekozen. En die wil daar onder andere, gaat daar gratis lesgeven. Nou, ik moet je voorstellen, dit is een jongen die dit soort dingen heeft gemaakt, de Obama-app in 2008. Dus we hebben het niet over een koekenbakker, maar het is echt iemand die in de top van die app zit. Die hier eigenlijk al een hele grote groep om zich heen heeft verzameld. En hier is natuurlijk een enorme groei in deze industrie. He, dus die technologie, dat gaat allemaal door, die hele sector. Maar een belangrijke vraag van hem is, hij wil 1000 tot 2000 jonge ondernemers, en we zijn bij de eerste ontmoeting geweest met mensen, zijn jongens van 17 met jeugdpuizen, die al wel een miljoen apps hebben verkocht. Schrikbarend ondernemerschap. Maar ook mensen die nog niet zo succesvol zijn, die wil hij hier naartoe halen, die 1000 tot 2000 jonge ondernemers die helemaal geen geld hebben. En als we het nu hebben over leegstand voor innovatie, dit is een voorbeeld van wat wij bedoelen met innovatie. Want je merkt altijd, we hebben zelf het kennisplatform voor de tussentijd met Sabrine Lindeman en Iris Schutte opgericht. Daar zijn 25 partijen uit Nederland die allemaal met tijdelijk gebruik bezig zijn. En iedereen heeft een ander beeld van wat innovatie is. Nee, wij kunnen hier tegen Verhagen zeggen, of tegen wie dan ook, van dit is een economie die Amsterdam en Nederland verder brengt. Dit is, je mag je voor geluk spreken dat er iemand hier naartoe komt. Dus die leegstand die zou je daar wel degelijk voor kunnen benutten. Dit is een van de dingen die dus dan hebben we het over goede woon-werklocaties waar een grote vraag voor is en betaalbaar ook. Hier is een uitspraak van hem, eigenlijk van degene die naar films gaan, die gaan naar Hollywood. Of degene die films willen maken gaan naar Hollywood. Degene die naar apps willen maken komen naar Amsterdam. En dat is eigenlijk een ambitie. En daar werken we nu aan binnen de Maas. Daar zijn we aan het onderzoeken wat hoort erbij. Hoe kun je nieuwe types als woon-werkhotels opzetten. En dat verder ontwikkelen in tijdelijk leegstaande gebouwen. Dus dat is eigenlijk een belangrijk vervolg. En als laatste, we zijn nu ook nog met een samenwerkingsproject bezig. Dat is een heel ander project wat hier los staat. Een nieuwe alliantie, omdat de Biennale van Maastricht niet brandveilig was en dat brandveiligheid natuurlijk een van de grote problemen is naar Enschede, Volendam. En willen we dat eigenlijk op de spits drijven, het nemen van risico bij hergebruik. En daarvoor hebben we een tentoonstelling die start op 29 oktober in Maastricht in het Eiffelgebouw. Een prachtige, reusachtige icoon, ook van de leegstand inmiddels. En dat gaat over een samenwerkingsproject met de brandweer. De brandweer Maastricht, het heet Fireman Walker, dus daarvoor bent u uitgenodigd. Hierbij zou ik het willen laten.